In deze envelop zit een onbekende opdracht. Die is ingestuurd door Dennis van der Ven uit Twello. Het enige wat ik weet is dat Frauk en Tim tegen elkaar gaan strijden. En ik ben heel benieuwd wat ze moeten gaan doen. Oké, de briefing. Organiseer een demonstratie omtrent iets waar je voor of tegen bent. Maak zelf de spandoeken en borden. De demonstratie moet om 6 uur hier op de Dam plaatsvinden. En degene die de meeste demonstranten weet te verzamelen, die wint. En je krijgt 50 euro budget. 3 uur de tijd. Oké, Tim. Succes. Wat een kut opdracht. Hey, ik zat even te denken waar ik nou eigenlijk tegen moest gaan demonstreren. Ik kan beter ergens voorstellen, want dan ben ik enthousiaster. En dan kan ik mensen misschien meenemen in mijn enthousiasme. Eerst dacht ik de bio-industrie. Ik zou daar graag tegen demonstreren, maar het is een beetje voor de hand liggend misschien. Tim voor president, vrouwtje uit sixpack. Maarten is gay, hey. Maar ik wil nu graag een demonstratie houden tegen neptieten. En waarom want, tegen nep? Ja, volgens mij is dat zo slecht voor je. Ik draai met Tim mee vandaag. Maar wat ik bedenk, is we moeten natuurlijk gewoon zoveel mogelijk mensen hebben. Ja, hoe lok je mensen? Met bier. Met gratis bier. Ja. Dus we gaan demonstreren voor meer... Voor meer bier. Gewoon, ik zie een spandoek. Wij willen bier. Juist. Oké, we kunnen aan de slag. Ga je met een biertje? 8 euro. School. Je hebt daar een decor atelier. Dus ik kan me voorstellen dat ze ons wel een beetje willen helpen. Kost het? 2,50. Nou, vet. 50 euro centenkorting. Dat is te meer bier. Dit is precies wat ik zocht. Kijk. Neem maar een rolletje mee. Oké, nou. Vet, relax. Super bedankt, man. Hebben jullie iets te doen om 6 uur? Als jullie willen, kunnen jullie om 6 uur mee demonstreren voor bier en dan krijgen jullie allemaal gratis bier. Wat is dat? Dat is mijn ja? Ja. Goed, tot zo. Dat gaat echt zo handig. Bier. Oké, daar kom ik. Ja, toch. Wat vind jij van nepborsten? Nou, ik vind het niet nodig. Maar zou je mee willen demonstreren? Nee, zo erg ben ik ook weer niet tegen. Ik demonstreer liever tegen Amerika of zo. Zo erg is het toch ook niet? Als er maar bier gedronken kan worden. Kijk. Ik begin echt ontzettend te twijfelen aan mijn keuze om tegen te demonstreren. Wow. Hallo Tim. Ja, gaat het goed? Ja, zeker. Heb jij zomaar iets van de illusie dat je gaat winnen of zo? Nou, ik wil niet per definitie zeggen dat we gaan winnen. Ja. Maar we zijn wel lekker bezig. Onze spandoeken die zijn bijna klaar. Waar gaan jullie tegen demonstreren? We gaan ergens voor demonstreren. We mogen de beste winnen. We mogen de beste winnen. Later hoor. Het was Tim en die klinkt wel echt verdomde enthousiast. Weer hier. Ik ben er eigenlijk nog steeds niet helemaal uit waar tegen ik nou wil demonstreren. En de derde. We hebben aardig ons best gedaan. We hebben 3 spandoeken nu. Ik kan ook gewoon een demonstratie tegen de demonstratie van Tim doen. Dus gewoon anti-Tim allemaal worden. Dat lijkt me ook wel goed. Dat zou iets. Zullen we dat doen? Met een anti-Tim demonstratie. Op de eerste dan maar anti-Tim. Ja. At 6 o'clock on the Dam Square, we're gonna give out free beer. Ja, dat moet wel lukken, we gaan zeker winnen. Zeg het voort. 6 uur gratis bier op de Dam. Ja. 150%. Bier. Hij komt naar de Dam, zou ik zeggen. 60. 60 bier. 60 mensen. Ze hebben bier voor mensen die komen demonstreren. Ja, dat denk ik. Ik denk dat ze tegen mensen zeggen, hey, wil je demonstreren? Krijg je een blikje bier. Oké, cool. Jullie zijn om 6 uur op de Dam. Ja, als om 6 uur op de Dam. Top. Oké, cool. Dankjewel. Hij zei dus ja? Dat zij tegen Tim gaan protesteren. Hoe fucking flauw. Dat is echt flauw. Dat is treurig. Trek mee tegen Tim. What the fuck is, jongen? Ik was niet over. We are going to have a demonstration. Bier hier, de eerste 2.
guys want free beer? No, right no, now? No. Yes. No, no, yes. No, no. Yes, come with me. It's free. Beer is beer. Sorry. Onze vinger wel echt held, hè? Vergeet dat niet. Jongens, kom op. Wat is dit vet, hè? Tim, jongen. Ik zat misschien wel bij Tim in het team, maar het kan je niet ontgaan zijn dat wij echt dik hebben gewonnen. Jullie hadden misschien één spandoek meer, maar wat een loser club. Tim, de battle voor ons. Dankjewel. Hey, bedankt allemaal, vet. Hey.